Dus dat is mooi, dan gaan we gewoon lekker beginnen. Dus als je nog niet op je mat zit, zoek hem op en dan gaan we starten. Komende driehoekshouding. Zorg dat de zijkant van je lichaam mooi lang is, je kruin raakt naar rechts. Je rechterarm is los, houd het niet op je been. En je linkerarm is recht omhoog. Vindt u het raar dat je niet geen contact meer mag hebben? Nou, ik vind het niet zo raar. Ik vind het wel goed eigenlijk. En mijn vrouw is er gelukkig mee, want het hele huis is al geverfd. Ja. Dus u bent er druk mee? Ik ben er toch wel druk mee. En gelukkig, want ik ben geen man om stil te zitten. Ik mag eigenlijk van de kinderen helemaal niet naar winkels en zo. En ja, ze hebben gelijk. Ze willen vader en moeder nog niet kwijt, dus... Ja. Het is grappig, ik heb jarenlang het nieuws niet gevolgd. Zeker omdat mijn eigen bedrijf vind ik het gedoe, nieuws volgen. Want dan word je alleen maar steeds bedreigd, terwijl je moet heel vriendelijk zijn, weet je, vrolijk. Ik volg nu het nieuws weer, want ja, dit is te interessant om niet te volgen. Maar ik vind het ook niet zo deprimerend op dit moment. Ik zie heel veel initiatieven. Terwijl de jaren ervoor, het is alleen maar klagen, klagen, klagen over wat er mis is. En nu? Ik zou kijken, wat kunnen we doen? Unieke tijd. Ja. Het is echt een unieke tijd. Voelen. Een rust. Ja. Iedereen is een beetje zijn boel aan het opknappen. Wij zijn er nog steeds niet aan gewend. Nee, ik vind het zo raar als je 's morgens de deur uitgaat en er rijdt geen tram, geen auto's op straat, geen mensen op straat. Alsof het iedere dag een soort van zondagochtend 7 uur is met mooi weer. Zo is het eigenlijk. Zo voelt het een beetje. Ja. Ja, dat heb ik ook een beetje. Ja, toch? Ja. Het is net alsof je in een rare film zit de hele tijd. Die hopelijk wel zometeen afloopt.